Wij gaan de winkeloverval doen als alien. Dat gaan jullie in ieder geval zo meteen zelf zien in deze video. Allereerst wil ik even vragen of jullie hebben geliked. Zo niet, doet het zeker. Laat voor die 1800 likes gaan. Kan maar. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Want dan gaan ze zelf er super erg mee helpen op naar die 46.000 abonnees. Maar laten we maar snel de video induiken. Let's go. We zijn weer in de stad geland en ik span toevallig trouwens op Blokkenpark. Je hadden we namelijk net de stream beëindigd. Mocht je dit niet hebben gezien, je kunt hem aan het eind van de video natuurlijk even aanklikken. Maar goed, het is weer een nieuwe dag en laten we even onze auto gaan pakken. Ik zit even te denken, met welke auto zullen we gaan? De RS6, de Aventador of de Braves? Ik zou het niet weten. Weet je wat, we pakken wel de RS6. Ik vind dat zo'n mooie auto. Hij is alleen wel een beetje vies. Nou ja, lekker boeien. We starten even de auto en we gaan even beginnen met rijden, want ik heb een heel leuk idee. Hoi, fantastico. Wat? Ja, nou kan je er niet langs. Kan wel. Nee, kan niet. Nee. Als jij bij een RS6 raakt, jongen, je hebt echt een groot probleem. Nou jongens, we rijden even Blokkenpark uit. Even kijken. Het is ook hier weer echt prachtig mooi zonnig. Maar ja, dat is even terzijde. Laten we trouwens eerst even de auto gaan wassen, want hij is echt super vies. En die blauwe kleur, die komt er zo echt niet uit. Dus we zijn al bijna bij de wasstraat, dus dat is super chill. Zo, die rijdt ook wel lekker uit. Nou, oké. Hier is trouwens al de wasstraat, ben ik even vergeten. Deze auto kan dat natuurlijk wel gebruiken, jongens. Hij is zo mooi, maar moet natuurlijk ook wel schoon blijven. Kijk, nou ziet hij er weer helemaal mooi uit. Natuurlijk wel een klein schammetje op de zijkant. Hoe kan dat nou? Ik weet niet wat ik heb geraakt, maar hij ziet er wel echt heel mooi weer zo uit. Lekker gewassen. Ik heb trouwens mijn wapens weer terug. Tenminste, dat denk ik. Ik heb namelijk deze video opgenomen voor de stream dat ik hem heb teruggehaald. Dus ik neem aan dat ik mijn wapens nu terug heb. En dan is het heel stom dat ik allemaal aan het zeggen ben. Zoals jullie weten, ben ik laatst opgepakt en ben ik ook naar de gevangenis gestuurd. Terwijl ik trouwens bijna vrij was. Dus nog wel even een dikke shout naar Edgar. Maar ik word trouwens wel herkend aan deze kleding. Want deze kleding weet iedereen hoe ik eruit zie, blijkbaar. Dus daar moeten we trouwens wel even wat aan gaan doen. Oh, er stopt iemand. Hallo. Hey, gaat alles goed? Hey, ja, met jou? Ja, prima, maar je staat niet zo stil. Wacht op de ANWB. Nee. We moesten even wat doen. Ja, mooie auto heb je, man. Ja, jij ook. Nou, fijne dag, hè. Ja, yo, hey. Later. Nou, dat was ook weer even lekker random. Maar goed, mijn wapens, die liggen nu dus momenteel nog bij Dylan. Waarschijnlijk heb ik ze al lang opgehaald in de stream. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar misschien is het tijd om binnenkort ook weer even wat nieuwe outfits te maken. Want iedereen die kan mij herkennen en wat dan ook. Maar ik ga zo even kijken wie er allemaal in de stad is. Oké, maar goed, we zijn in ieder geval bij ons huisje aangekomen. En ik word weer gebeld door wie? Alexander, wat wil hij? Oké. Yo. Yo. Hey. Heb je toevallig zin om even naar thuis te komen? Misschien dat we iets doen. Ja, is goed. Oké, ja, ik stond het. Ja, oké. Ja, ik verwacht je zo dadelijk. Yo. Is goed, yo. Ik stond echt letterlijk op het punt om mijn huis in te gaan. En opeens word ik gebeld door hem. Daar vloog ook even auto mooi de berg over. Nou, in ieder geval, jongens. Oké, ze willen dan naar het huis komen. Oké, daar is een motor in beslag genomen. Nou, lekker boeien. Ze willen dus dat ik naar het huis ga komen. Voor wat? Ze willen iets gaan doen. Daar heb ik trouwens wel echt super veel zin in. Want ik was echt letterlijk op zoek naar iets om te gaan doen. Ik had namelijk een heel leuk idee. Maar ik weet niet of de ping in de stad is of iemand anders. Maar goed, we gaan even kijken naar wat zij aan het doen zijn. Ik blijf toch ook wel echt verliefd op de kleur van mijn RS6. Misschien is het tijd om binnenkort ook weer een andere kleur erop te zetten. Maar ik weet niet. Ik vind het blauw zo mooi. Wat vinden jullie van? Nou, natuurlijk even hier beneden achter in de reactie. Oh ja, en nog één ding. Kijk, als we hier links gaan. Oh, dat is een Raptor. Kijk, hier is een huis. En die kunnen we binnenkort misschien wel gaan kopen. Of wel huren. Ja, kopen of huren, daar moeten we nog even naar kijken. Maar dit huis is dus echt super mooi. Behalve natuurlijk de voorkant. Maar het interieur, nou, ik zet mijn auto even aan zo op de weg. Want ja, de garage die kan niet open helaas. Maar kijk, als we hier naartoe gaan. Kijk, hier is bovendien 450k koop en huur 3000 per week is dat dan? Dus ja, per dag is dat dan gedeeld door 7. Geen idee wat het is. Maar dit is zo mooi, dat interieur en wat dan ook. En beneden, daar kun je ook helemaal je wapens opslaan, je kleding, wat dan ook. En waarom ik het zo graag wil kopen? Nou, ik zal het je vertellen. Kijk, het zit zo dicht bij de piekjes. Het huis zit letterlijk hier, bij 653. En hier is letterlijk dat huis. Dus we moeten echt even gaan kijken wat we gaan doen. Misschien dat een van de piekjes zelfs dit huis heeft. Precies om dezelfde reden. Maar ja, daar moeten we straks maar even gaan navragen. Gaan we zo meteen even naar kijken. Maar laten we maar even snel maken dat we hier wegkomen. Want de piekjes willen dat we naar het huis komen. Ik weet niet of dat een goed teken is of niet. Trouwens, ik weet niet wat ik allemaal aan het zeggen ben. Want ze vroeg, heb je zin om iets te doen? Dus dat zal vast helemaal niet verkeerd zijn. Nou, we rijden in ieder geval even op naar het huis. Gelukkig is dat ook om de hoek, zoals ik net al zei. Dus dat is natuurlijk ook wat chill. Dat is ook wel heel knap dat die Brabus daar zo mooi geparkeerd staat. Oh nee, gaat het natuurlijk net regenen of mistig. Het wordt helemaal mistig. Want het is slecht weer. Nou, we zijn hier in ieder geval weer. Oh, ik rijd wel echt ietsjes te hard. Dan gaan we de straat weer in. Ik ben benieuwd of er heel veel mensen zijn. Want Alexander die zei, kom je met ons chillen? Nou ja, ik weet niet. Oké, dus ja, oké, er staan, zijn wel wat mensen. Die Porsche, die blijf ik toch ook zo mooi vinden. Die middelste auto. Die middelste auto blijf ik toch echt zo mooi vinden. Oh, kijk, de poort die wordt voor me opgedaan. Hey. Oké, even kijken. We zetten onze auto gewoon hier tussen, denk ik. Kost nog een vissersoutfit, dus ik had tijd. Hallo. Ja. Hallo. Oh ja hoor. Godzakken. Ja hoor. Gelijk de hele auto komt in de garage. Ja. Jongen. Ik ben er ook weer hoor. Maar dat is wel te merken, denk ik. Hi. Ja, we zien het. Hoe is het geweest in de gevangenis? Ja, het was, het was heel zijn de gevangenis, maar ja. Dan is die bank al geleden. Weet niet, ik denk 7 jaar terug. Nou, ben je wat een plan toch? Of, Nee, ik denk dat ik wel een leuk jobje heb. Oh, vertel. Dachten van, nu dat je toch vrij bent, terug een winkel te gaan doen.
Alweer een overval. Ah joh. Als ik nu gepakt word, hè, als derde veroordelen, ga ik heel lang zitten. Ah, ja? Is goed? Wat voor overval? We worden niet gepakt, dat is het punt. Wacht, dan moet ik even mijn iPad erbij halen. Ik kom zo meteen terug. Ja, is goed. Jullie willen een winkeloverval doen? Ja, ik vind het goed. Met z'n vier. Ja, maar we hebben een plan. Een plan? Oké. Okay. Yes. Ik ben heel benieuwd. Het is een keer iets anders dan anders, maar... Ja, wat dan? We zullen wel horen. Oké, ik ben benieuwd. Ik ben er zelf nog niet fan van, maar ik heb al zo hier en daar een keer gehoord. Dus het is apart. Oké, okay, ja. Ik ben echt heel benieuwd nu. Nou, daar is hij hoor. Maar dan komt hij inderdaad met zijn iPad. Kijk. Hey. Oké, ik kan even meekijken. Dus het plan gaat als volgt. We gaan vermommen als aliens. Riep me lachen. Wacht. Ik ben serieus. Oh, dit is serieus het plan? Echt? Ja. Dit is echt echte plan. Riep me lachen dan. Oké, okay. ik wist het echt niet. Oké. Okay. Goed, we gaan verder. We gaan verkleden als aliens. Het is niet grappig, ik ben bloedserieus. Ja, oké, okay, ga door. We gaan een paar eisen doen. We gaan 3 mensen hostages ook. Ja. Als we met de eis akkoord gaan, gaan we eentje weggeven. De belangrijkste eis is, want we gaan met een hele slechte auto rijden. We moeten eisen Vito's. Witwas? Nee, niet Witwas, Vito's. Witwas? De Mercedes Vito. Oh, Vito, Mercedes Vito. Ja, ja. Dat busje van de politie. Daarmee wil je even weggaan. Klopt. Jongens, ik heb echt een grote straf op mijn hoofd als ik gepakt word. Dus ik weet niet wat jullie allemaal voor... plan zijn, maar... Het hele punt is dat ze met die Vito's niet echt iets kunnen doen. En als het nog nodig zou zijn, dan kunnen wij uiteindelijk nog ingrijpen en zo. Dus okay. Normaal zou het geen probleem hebben. Oké, okay, als jullie het zeggen. Ik vind het prima. Ik luister naar jullie. En dan hebben we ook nog werkpuntjes van de vorige keer, de banden overvallen. We gaan nu al een algemene porto maken en een noodporto. Mm-hmm. Want je weet maar nooit. We gaan ook een afstart maken, zo de noodporto. Dus bijvoorbeeld, nu zitten we eigenlijk in 12, 14, dat is onze porto nu. En dan als die noodporto... Hallo! Ja, ik hoorde erin. Yo! Duidelijk, ja, ik sta naast u. Oké, hoe is het met jullie jongens? Niet zo roepen, anders horen we elkaar 4 keer dubbel. Hallo! Nog meer? Nee, als alien, hoe wil je dat ik als alien ga? Ah, ik heb al wat kostuums geregeld, maar daarvoor moeten we even naar de winkel gaan. Het is allemaal op maat gemaakt. Oké, we gaan het zien. Gaan we in mijn auto dan, of met wie gaan we? Ik ga even de vluchtauto al klaar houden. Wie is die bovenin? Hier al neer. Ik ga eens even kijken. Geen idee. Misschien in ons zwembad komt. Oké, daar staat je iemand. Hi, goedendag. Oh mijn god, Tony, ben jij het? Wat? Wie is Tony? Wie? De middelste. Nee, Ino. Jawel. Oh, ja, Tony Chain. Ik ben weg hier. Maar nee, alsjeblieft. Kom eens, alsjeblieft. Hey, wat denk je nu? Sorry. Ik moest even een paar foto's maken. Bedankt. Doei. Yo, later. Van ons terrein. Deze man breekt gewoon volledig door de... Ja, goed, ik ga de vluchtauto klaar pakken. Ja, is goed. De vluchtauto is een caddy voor de deur. Caddy? Ja, want de caddy past er niet met z'n vier in. Nee, maar 2 man gaan we naar binnen. Oh, dus ik moet met hem mee voor de customs, denk ik? Ophalen. Ja. Oh, die bovenin. Oh, deze. Tony. Ja. Ik zag je stream toen jij werd opgepakt door de DSI. Ja, dat is niet goed, hè? Nee. Nee. Nou, fijn dag. Dit is een vluchtauto. Wat is dit? Ze denken dat hij traag is, maar de Vito is eigenlijk net iets trager. Echt? Dus het is eigenlijk perfect om weg te gaan. Oké. Let's go. Heerlijk, gast. Oké, dus we gaan nu kostuums halen, als ik het goed begrijp. Oké. Ik ben erg benieuwd wat hun plan is. Ze willen een overval gaan doen als een alien. Ik dacht in eerste instantie ook echt dat ze niet serieus waren. Ik begon ze helemaal uit te lachen, maar ze zijn echt serieus. De kans dat we gepakt worden is volgens mij wel heel groot, maar ik ben heel benieuwd. Is dit de winkel? Ah, de kledingwinkel? Volgens mij is een andere. Oké, we zijn inmiddels al bij Blokpark, want hij had de verkeerde winkel. Oké, als het goed is, deze winkel. Deze hier links, nee, links. Ja. Hier is het. Hey! Die ambulance, wacht. Oh. Nee! Kijk! Wat moeten ze al dringend zeggen? Ze komen, ja, die boer gaan deels. Hallo mevrouw! Goedendag! Ik wil u nog bedanken voor het redden van mijn leven. Ja, graag gedaan! Hey, we werken geen probleem, heeft wel succes. Doei! Succes met je dingen. Dank je, jij ook. Moest even gezegd worden. Ze had mijn leven gered. Oh, je gaat hier parkeren. Oh. Jongen, waarom parkeer je niet gewoon op die stoep? Nee, de caddy is mijn leven. Oké. Okay. Het was mijn eerste auto en wil ik altijd houden. Echt? Is het echt je eerste auto? Is wel veel vuilnis hier. Hé, hey, meneer, hoe kan het nou dat hier zoveel vuilnis is? Mensen die heel veel troep maken hier. Ja, dat werk is zo. Jullie komen er ook op. Kom iemand, Hendrik heeft niet alle. Oh ja, ik heb druk. Sorry, meneer, werk ze. Oké. Okay. Hé, wat? Ja, dat is Hendrik. Dit is een kledingwinkel. Oh. Hendrik? Wie is Hendrik? Wie zoeken we? Hallo, Hendrik? Oh, hij is er niet. Nou, dan gaan we even... Hendrik de stofzuiger! Zetten. Ja! Kijk, jongens, voor de mensen die me niet begrijpen. Oh, laat maar, het is Henry, niet Hendrik. Oké, okay, nou jongens, we hebben ons omgekleed. Hallo, buitenhuis ben je. Alleen, ik denk dat we een probleem hebben. Wat dan? We hebben geen wapen om naar binnen te gaan. Ik denk dat we ook een probleem hebben. Jongens, kijk hoe we eruit zien. Ja, oh, het is toch ook echt weer niet te geloven. Ik heb geen mes, hè. Oh, heb je een knuppel? Oké, okay, top. Mag ik die knuppel zo? Wow.
Oh. Wat is dit? Hier, oh. Oké, okay, let's go. Oh, wacht, dan moet je ook als alien lopen. Ja, dat doe ik ook. Jongens, je hebt een walkerstel die heet alien. Kijk, dan ga je helemaal met je voeten zo. Hop, 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 hop. Dit is echt kapot geniaal. Oké, okay, ik heb je echt heel veel zin in deze overval. Dit is echt, het slaat helemaal nergens op en dat maakt het leuk. Oké, okay, dan gaan we als Kenny instappen. Oké, okay, let's go, 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 go. Oké, okay, iemand voor jou, je moet heel veel. Of ja, nee, je moet niet heel veel. Maar je mag wel van die gromgeluiden maken. Okay. We zien er ook echt uit als een staalcoaters, gast, in deze auto. Geniaal. Oh, oh, oh. Nou, oké, jongens, we gaan dus een overval doen als een alien. Maar ja, dat was volgens mij al wel een beetje bij jullie duidelijk. Dit is echt gewoon zo geniaal. Ik ben echt benieuwd of de overval ook gaat slaan. Ik ga even bij de winkel, want ik heb honger. We gaan nu even de knuppel ophalen. Oh, bij je motel? Oké. Ja. Goed, voor mij. Oké, okay, ja, ik heb je echt zin in, gast. Oh. Right, jongens, we zijn met Moto aangekomen. Hij gaat je even zijn knop ophalen, zodat we de overval kunnen starten. En ik hoop dat ik hem even mag krijgen in mijn handen. Zou het natuurlijk wel leuk zijn. In dat we deze mensen bang maken, of niet? Ja, zo raak ik het. Goed, goed. 3, 2, 1. Gaan we doen. Nou, bang ervan worden ze niet. Godverdomme, het werkt niet. Oké, okay, moet je je knoppen niet? Oh, oeps, oh, sorry. Ik zei het zo. Wat gaan we nu doen? Alright, nou, ondertussen is de volgende morgen en ik moet even Thijs gaan bellen, want ik weet nou niet wat nu eigenlijk de bedoeling is met de overval. Dan moet ik even navragen. Hey, Inot. Hey, yo. Hey. Yo, waar moet ik heen komen? Voor wat? Wat dat? Jullie zijn al klaar toch allemaal, Wolfje en zo? Wat? Wat dat? Kutcode, jongen. Waar moet ik nu heen komen? Want we gaan toch die overval doen? Of wachten we nu op Wolfje weer? Oh, sorry meneer. Het is echt niet mijn bedoeling om dat te doen. Sorry, ik moet er even vandoor. Ja, ik reed met de motor gaan. Even kijken. Ik kan je wel een locatie sturen, ja? Jo, is goed. Dan kom ik daar even met mijn truck. Goed. Oké, okay, gelukkig. Oh, 10 seconden. Let's go. Nog 1, 3. Hoppatee. 2K erbij. Lekker hoor. Nou, dan gaan we gelijk even naar ons huis. Want we gaan nu dus verder met de alien overval die jullie natuurlijk eerder hebben gezien qua voorbrengen en wat dan ook. Dus ik ga nu eerst even naar huis. Alright, laten we gelijk onze kleren aan doen. We moeten zo meteen nog wel even naar de winkel voor masker. Maar kijk dit. Oh, dit is zo geniaal. Nou, gaan mensen waarschijnlijk me heel gek aankijken. Maar goed, we gaan naar buiten en dan gaan we het zien. We rijden nu in ieder geval naar de locatie van Thijs. Ze zei dat we ergens naar een theater toe moeten. Maar we moeten ook nog even wachten op Wolfje, die is momenteel eten. Dus ik hoop dat hij er ook zo is. Ja, dat kan wel lukken, want Wolfje is nu aan het inladen. Oké, okay, top, 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 top. Top, 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 top. Top, 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 top. Even kijken hoor. Ga ik Wolfje even. Je bent net locaties. Zo druk als ik. Oh! Heb je al porto? Ik ben nu bij Rode Garage, dus ben er bijna. Ah, top. Ja, wij zitten al in de porto. Is goed. Ik heb al een auto zonder kenteken, moeten nu alleen hostetjes doen en dan kunnen we beginnen. Ja, is goed. Wil je dat ik mijn pistool pak? Nee. We doen een hondbakknuppel, gast. Okay. We gaan die groot aanpakken. Oké. Okay. Yo. Yo. Ja. You step in the RSS now. Ah, we hebben de eerste hostage, jongens. Yes, you take him. Er staat iemand op dat dingetje, op die muur. I'll take him. I take him. Ah, go, go, go. Ben je niet bang komen gevallen? Daar kan ik geen commentaar over uitdoen, meneer. Oké, okay. De tweede hostage gaat nu gepakt worden. Ben jij YouTuber? Get off the wall, right now. Ja, dat kan. Get off the wall. Ben je Tony Gay? Misschien. Sir, get off the wall. Shit. Als hij dat is, dan moet ik, ja. Get off the wall! Oh my god, is hij dan? He's not aanwezig. Oké. Okay. I take someone else. Die andere was even, nou gaan we deze pakken. Serieus, ben je Tony? I take you hostage. Take me as a hostage? Yes, sir. Yes, you our hostage. What the fuck you is get, about? You get in the RSS right now. Is goed. Hey, take the comms. You take them. Oh, hey, joh, ik gebruik het. Ik vind het leuk, joh. Oh, dit wordt leuk. Oh, ik sta nu. Go find more. Nee. Ik kom godverdomme net de stad in en er staat een beetje een alien voor mijn neus. Oké, wat winkel do you wanna do? Nee, zelf, dat volgt mij. Maar ik drop zelf en dan zet ik mijn auto weg. Yes, we gonna overval deze winkel. If you allebei gedragen, you get money. Hey, we put him in the back. Ik gedrag me zeker. Oké, go, go, go. Ik kan stappen? Yes, you can step out. And don't forget to do your boeien. Come to the winkel. No. Oké, okay. Yes, be right back, collega. Follow me. Oké, jongens, dit wordt echt geniaal. Oké, zij gaan nu de winkel in. Ik ga nu mijn auto wegzetten. Zodat ze natuurlijk geen kans hebben om hem in beslag te nemen of wat dan ook. Pas op met de boerenta. Right, hier is de garage. Oké, jongens, we gaan nu dus echt beginnen met de winkeloverval. Let's go. Ik zie jou. Lekker man! Oei. Oké, go. Breng me even naar de winkel. De hostages zijn al binnen, wat een dik ding, jongen. Hostages zijn al binnen. Ja. Dus dit wordt leuk.
Ik hoop dat de overval nog niet gestart is, dat ik het zo kan doen. Hey, you have to come pick it up, eh? Yes, on my way. Yeah. Or I kill you. Go, go, go. Yes, 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 geef me de hongbo, knuppel. Heb je al een parachute? Yes, 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 yes. We now gonna start. Let's go. You try, oh, you try. Ja, dat is dom. Oké, jongens, daar gaan we. Ik hoop dat die te overval is. Let's go. We have a good plan. You wait. Ja, flik. Kwartier. Oh, daar is Tony King. Hey, kwartier is wel gevaarlijk, hè? We wait kwartier, but we go out of sight of the wing. Tony King. No. We can stay in here. Kijk uit dat je niet gecounted wordt, hè, maat? Ja, blijf voor de achter. Boys, you come in the office. In the office. Right now. Kom nou, no. Ik ben vastgebonden. In de winkel is niet overvallen, over kwartiertje wel. Wat even Nederland. Kom nu in die winkel. Nu, go, lopen. You follow. Ja, maar ik ben vastgebonden aan het rek. Hoppen. Ik volg jou. Ja, both follow me. Oké, ik hoop echt dat hij het over kwartier doet, want we hebben het echt al heel vaak geprobeerd. Dit is misschien wel echt de derde poging. Dus ik hoop echt dat hij het nu weer gaat doen. Hallo! Dit ziet er ook zo droog uit, jongen. Colleague, you watch for people who come. Ja. You maybe take a gun. A gun to watch. Nee joh, je moet gewoon achterin blijven. Oké, mannen zijn op grote dingen. Hey! Tony Kane. Wie? De YouTuber. Ik volg hem. Wolfje, kijk eens. We hebben een iemand in de winkel die wij kent. Tussen, terwijl wij moeten wachten, jongens, lopen we de hele winkel. Zo, paard. Give the phone. Dit vind ik altijd het leukst. De voordeur, kijk hè. Ponk. Oh, hè? Ponk. Ja, even Thijs nog een... Hier, pats. 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 Zo, ik kom even naar buiten, hè. Ik geef je toch een paar stompets. Nee. Het was een prank. Ja. Nee, pas op! Nee! Tony Kane, oh my god. Top! Hello, sir! Hello! How are you? Tony Kane, hey, boys, mag ik met jullie mee of niet? Nee! Ah, joh, dat is leuk, joh. Tony Kane! Hij stond mij ook gewoon diep en zei, oh, dat is Tony Kane! Ik heb nog 15, 30 likes. Can you please shut up about Tony Kane? It ruins the whole project. What the fuck? Holy shit. Hey, Ik ga slaan in 3, 2. Ik ga echt slaan, dus maak no, het no, 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 we need him, we need him, we need him. Hoi. Alien, kom hier. Alien, they can't see. Stop. They can't see the knuppel, eh? Otherwise they'll count it. Go away. Gast, oké, nou ben je echt klaar. Mag ik water drinken? Superman, ik voel het in je man. Wat ga je in zijn mond stoppen? Hey. ID from the office is that they don't see the knuppel. Ah, oké, okay, so then you I have stay, to stay here. Yes. Ik wil even. I want to de winkel to overval. Hey, lillekert, naar buiten. Fuck, Bram, I am not a threat for the bediening. What the heck is this? You have to keep the knuppel in your hand. Now we that's need to still wait a kwartier. That's not too good thing. Yes. If someone enters, you take him hostage as well and you put him here. Oh, I thought I had to knuppel him down. No, like no, him. No. You no. Take... I should run if I was you. No, I won't. I should really run if I was you now. I'm gonna slaan now. So, run away now. Yes, de overval! De overval has been started! Yes! Kom! Okay. To the front! To the front! Kom. Oké, okay, let's go jongens, we hebben de overval gestart. Let's go. Stand up, nou. Loop naar de winkel. Yes, very good. Perfect, now on your knees. On your knees. Let's go jongens, dit wordt echt superleuk. Dit wordt echt leuk. Hey, collega. Yes, it's still need to duren, I think, 3 minuten. Zo! Yes, I hope that there comes politie, but also not. Ik bedoel, if there no politie komt, then we makkelijk wegrennen. En if they come, then we can leg met elkaar. You snap? I snap. Dit is zo geniaal. Het is quite rustig nu. Don't you stink so? We are aliens and we need money for our starship. No. Oh no, the police. One police has arrived. Dit is echt Tony Kane. Let's go. What? What you say? Hey, you better shut the fuck up right now.
De kijker, oh mijn god. Er is één agent te plaatsen momenteel. Zij zullen nu waarschijnlijk ook echt denken van wat doen zij nou weer als een alien? Ik zie de zwaailamp al branden. Volgens mij wordt er met een wapen gericht. Is hij pointing with a gun? Yes, he's pointing with a gun. Oh no, why do you stand er zo bij van hey? Hij is very dangerous person. If I had a gun, I would shoot him, but I do not have a gun. 60 seconds left, let's That's go. That's very positive news. Yes. But I think we will have to negotiate with the police. Yes, but toss up met because we are bijna klaar. Very good. We can also just vlucht. I mean, if there is one police officer, then we can run away easily. Yeah, but alsnog, there is a gun and we have a knuppel. That's not a good idea. Yes, but we have a colleague. You still know? Yeah, we have a colleague, but he's not here. That's not good. No, dat klopt. Dit wordt echt heel leuk, but jongens. But we stick to the plan. Yes, we stick to the plan. Still 18 seconds left to get my money. So yes, I hope... oh, he's pointing with the gun again. Oké, jongens, nog 5 seconden, 4. Oh! Do you know how much? We have the big monies? Yes, big monies. Oh, we are rich now. Yes, we are rich. 28k voor een winkeloverval. Dat is echt veel, jongens. Dus dat is echt super chill. Is de police coming to negotiate or we vertrekt I think he wants some reinforcement. Yes, I think too. But maybe we should also try to just go naar buiten and then... You forget this car really slow. Yes, if but... If we do not you have the a plan, plan, right? Kinda, but not for a B-klasse. Ah, look! A dumpbike has arrived. Oh, so, is that Kamar? It is Kamar, yeah. I think it's the Koninklijke Merische Sushi. Yes, another, or not. No, that's police, I think. But no, there is Koninklijke Merische Sushi. I thought he was laying his weapons down into the vehicle. I saw him doing his koppel off, but I don't know if he's going to come into the winkel. I think he's going to come in the winkel. Yes, me too. Meneer on the ground, you have echo. Oh, look, officers coming in. I do the word. Yes, is goed. Goedemorgen. Hello. Oh, jullie spreken wel aardse talen. No. What is he saying? I have learned a few words from another alien. We'll just switch to English. Okay? I know English a few praten. Words of that. But be fair, we need some money to repair our starship. Yes. So, money to repair the starship, okay? Yes. Not materials, but money. Okay. Yes. We need to buy the materials. Well, we geniaal verhaal ook. We hebben geld nodig om ons ruimteschip te repareren. So you have some gold laying around? Do you need gold? Yes, I need gold. Yes, we now negotiating. I don't think we have gold. Okay, yes. Guys, what do you guys want? What do you want? We took the money and we took the coffee and the donuts. And the donuts. Yes, okay. That's how long do you that's personal. Shut the fuck up. Okay. Thijs moet even so, I want to go out of here. Okay, we willen weg. But we are not rich on another planet. We zijn niet so rijk. So the only vehicle we could find was this thing. Dus het enige voertuig was yes. dat? That's not a very handy escape vehicle. Ik krijg een berichtje. Ja, maar ik heb een knop. So, I have a voorstel. Okay, what is your voorstel? I suggest the two bikes, they change for the legendary police vehicle, called Vito. Vito. Vitos? I want two Vitos here. Is this car able to go off-road or not? No! No, this car no, is not... It's definitely not an off-roader. It's terrible, so yeah. It's really terrible. It doesn't work, zeg maar. It doesn't work, zeg maar. Okay, yes. Good. Meneer on the ground, can you please shut the echo? Yes, but you had to shut your... Ik mute me, dus ik ben al denk ik niet. Yes, but you that are. Is you. I see your mouth moving. Yes, I also see. And it's not... Fine, it's very irritant annoying. You have some other voorstellen? Voorstellen, I voorstel. You stay with your B-klasse. Yes. And the two Kamar, they change for Vitos. And then you leave. Yes. Then I leave. Do you guys promise you no go off-road voertuig pakken then? No. I stay in this vehicle. And yes. I am a very happy alien. I'll give you the one with the echo if you change for Vitos. Yes. Well, I don't want the echo one. I can keep that one. Get. No. I keep this one. Alright, I'll suggest it with my colleagues there. And if you stay here... Okay, de agent die gaat nu even onderhandelen met zijn mede-collega's. En dan horen we het verder. Maar dit is wel echt een geniaal idee. Zo
sowieso een leuk verhaal met ons ruimteschip, bla bla bla. Dit wordt wel echt heel leuk. En we gaan de deurbikes van de Kamar, die gaan we proberen in te ruilen voor een politie Vito. Dat is een heel sloom busje van de politie. Zodat we gewoon een leuke achtervolging hebben en gewoon een leuke RP. What about betrekking tot your voorstel? It's not seeing very good, because there is a big gijzeling on the hand right now. And I only have these two guys here. And they are not allowed to switch from vehicles. But, so, but they can switch. They are not allowed to, because they will lose their specialization. We are the big hazling right here. And otherwise there is these big two, with a lot of people. So, and this is of course also very serious, but I don't have other troops to Then you change to Vito. I can chase to Vito, but I cannot chase in my own. That's very dangerous, you guys with two aliens with very sharp teeth. I have voorstel, you go leave for to take a Vito, these two stay, and when you are back, one of them can get in the Vito, and then the other one leave. That sounds like a good voorstel. But look at those teeth, man, you can eat chop off my head like in one bite, very dangerous. Oh, don't get close to this. No, don't get close, man. No. Go get the Vito, then you guys stay here and yes, you chase with one Vito and two dirt bikes. Yes, okay, I can. I'll be. Oh, geniaal. Okay, hij gaat nu al switchen naar Vito. Look, there he is with the Vito. Oh, hij is er met zijn Vito, wat een held. Met z'n twee ook gewoon. Oh, dit wordt leuk, jongens, dit wordt leuk. Hello. I got the Vito for you guys. Oké, ga er even overleggen met z'n medekers. Holy shit, zo'n dikke schuimparty, jongen. No, the extra colleague is de chauffeur of de Vito. Oh, you can drive Vito. I can drive Vito, but I cannot drive right now, because I have to watch over this two hostages, you know? Oh, yes, okay. Yes. Zijn letterlijk ook gewoon twee agenten. I understand. Maar ik heb eerst de kop, want ik ben benadrukt. Alright, are the cars and the bike now good positioned, yes? I think so, collega. Okay. I think this is alright. Dit wordt leuk. That is alright, okay. I ask if my colleagues are ready. You guys ready? Yes, we ready. Okay, but let me ask to my colleague. Say to the zijn jullie er klaar voor? Ja, Jente, jij moet zo meteen gewoon in de achtervolging meedoen. Ik blijf hier voor ons. Hé, wat gaat hij doen? Hij moet even lopen. Nee, hij mag al gelijk mee. Alright, hij go to the countdown, yes? Oké, ze gaan aftellen en dan mogen we gaan, jongens. Let's go. Alright, I'm gonna count off from 5 to 0. If yes. It's 0, you have a green light and then okay. You can go, yes? Yes, I wish you a fine dag. Hey, you too, alien. Yes, Alright, I'm gonna count down now. By 0, they have a green light. Yes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. You got a green light, go, go, alien. Go. Get in the vehicle! Yes, go! Rij, gast. Wat dit? Oh, they are in the cool bastard. Zo! He wants to doodgaan. Ik kom bij de knals vol tegels op. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik natuurlijk op een van deze twee video's die jullie hier naast mij kunnen zien. En vergeet ook zeker niet te abonneren op beide kanalen. Zou ik super erg waarderen. Klik snel eentje aan, jongens, want ze gaan zo meteen verdwijnen. Vergeet natuurlijk ook nog even niet te liken en te abonneren. Zou ik super erg waarderen. Ga richting 46.000 abonnees. Jij kan erbij helpen. Maar klik nou snel een van deze twee video's. Maar goed, ik ga zeggen zoals altijd. En dat is tot de volgende video of livestream. Later, mensen. Ciao.